zeg je? Om jou te pesten ga ik ervoor. Dames en heren, beste vrienden, ik verzoek u allemaal weer plaats te nemen, zodat we ons programma kunnen voortzetten met het tweede programma-onderdeel van deze dag, deze eerste cursusdag. Nu zal voor ons spreken Lea Farkas, helemaal uit Jeruzalem hier naartoe gekomen om u speciaal toe te spreken. Ik hoef niet te vertalen, want Lea Farkas die spreekt Nederlands. Ze zal zelf wel wat van haarzelf vertellen misschien. In elk geval het onderwerp, het thema waar ze vanavond over spreekt, is de Joodse vrouw in gezin, synagoge en samenleving. Ik moet even denken, wat was nou ook weer precies? Ik ben pas 2 keer met haar op stap geweest, dus ik weet nog niet zo precies. Goed, iedereen heeft een plaats gevonden. Lea, ik nodig je graag uit om hier voor ons te komen spreken. Aan? Hij is aan. Ja, ik ben niet zo ervaren met zulke high-tech dingen om mijn oren. Met alles respect aan Christenen voor Israël, om een lezing te komen geven over het meest controversiële en besproken onderwerp van de wereld, de vrouw. En dan nog wel, om het nog een beetje moeilijker te maken, de Joodse vrouw. We leven in een tijd van verwarring. Het is heel moeilijk om je te concentreren. Wie heeft er gelijk? Wie heeft ongelijk? Wie is rechtvaardig? Wie is onrechtvaardig? En inderdaad, zoals ik naar het betoog van de ambassadeur heb geluisterd, is het inderdaad een hele verwarrende tijd. Wat is eigenlijk de situatie van Israël? Ingewikkeld. Vreselijk ingewikkeld. Wat is er nou precies aan de hand? En dan hebben we alle media en alle sociale media. En we zien allerlei filmpjes en films. En vooral wat we zien is Hollywood. U kent Hollywood wel, met geweldige films. Er zijn een aantal hele geweldige films. Ik kan het u echt zeggen, fantastisch. En ik vergis me bijna. Dat ik soms begin te denken dat Hollywood misschien wel het ideaal is en de realiteit waarnaar we moeten streven. Maar gelukkig wordt er ook heel veel geschreven over al die supersterren van Hollywood. En wat zien we van die supersterren van Hollywood? Ze gaan trouwen en ze gaan scheiden. Ze gaan trouwen en ze gaan scheiden. Ze gaan trouwen en ze gaan scheiden. Ze gaan trouwen en ze... Eindeloos. Wat is er aan de hand? Wat is er met ons, de mens, aan de hand? Grote filosofische vraag. Het interessante is dat die simpele Joodse vrouwen hier misschien wel een antwoord op hebben. Wat is er aan de hand? En wat moeten we doen om te weten waar je staat, wat belangrijk is, wat onbelangrijk is. Ik kan u één ding zeggen. Hollywood is onbelangrijk. De realiteit waarin we leven, het hier en nu, is belangrijk. En hier zijn we dan al gauw bij een Joodse vrouw, bij een Joods gezin, die het allemaal zo druk hebben om je kinderen en je man ook, natuurlijk, soms als onderdeel van de kinderen, zodanig te kunnen leren wat wel mag en wat niet mag. Wat wel goed is en wat niet goed is. Nog een geheim. Wat de wereld of vergeten is of niet wil weten. De essentie van het Jodendom
is liefde. We hebben een liefhebbende God. Een barmhartige God. Die ons alles geeft, ondanks het feit dat we het niet verdienen. Hij geeft alles. Ik weet eindelijk van mezelf dat ik het niet verdien. En elke dag weer opnieuw geeft hij me gezondheid en kracht en energie en kleren en eten en noem maar op. Zo simpel. Maar is het zo simpel? De basis van het leven van het Joodse vrouw komt uit de Torah. Onze levenselixer van de Joodse vrouw, dat we van generatie op generatie hebben gebruikt, dat is de Torah, de Bijbel. En zo stond de beroemde Rabbi Akiva 2000 jaar geleden, na de vernietiging van de Tweede Tempel op een plein. En de Romeinen, die hadden toen de Joden verboden om die Torah te bestuderen. En hij stond op het plein en demonstratief stond hij daar te schreeuwen: iedereen die de Torah wil komen studeren, kom bij mij. Kom bij mij. En sommige leerlingen gingen naar Rabbi Akiva toe en zeiden: Rabbi Akiva, waarom breng je je leven zo in gevaar? Waarom doe je dat? Waarom? Je weet toch dat het verboden is? Je wordt opgepakt door de Romeinen en meteen ter dood veroordeeld. En helaas, niet lang daarna, is hij opgepakt door de Romeinen en ter dood veroordeeld. Intussen in de gevangenis, was een andere Jood samen met hem in de gevangenis. En hij stelde hem diezelfde vraag: Rabbi Akiva, waarom heb je dat gedaan? Je bent de leider van deze generatie. Waarom offer jij je leven op om in het openbaar te gaan zitten aankondigen dat je mensen uitnodigt om Torah, om de Bijbel te komen bestuderen? Waarom doe je dat? Antwoordde Rabbi Akiva. Er is een verhaal van de vis in het water. De vis in het water waren allemaal heel nerveus. Ze zijn allemaal zenuwachtig. Wat was er aan de hand? Er kwamen vissers, die hebben visnetten in het water gezet. En die vissen die waren bang om gevist te worden. Ja, natuurlijk, want ze willen leven. En de ene klaagde naar de andere. De ene vis zei tegen andere vis: wat moeten we doen? Wat gaan we doen? En hier stond de vos aan de oever. En de vos die hoort wat die vissen zeggen. En die vos die zegt aan de vis: hey, ik heb een goed idee voor jullie. Njam, 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 ik heb een goed idee voor jullie. Kom aan land, dan kunnen jullie ook niet meer gevist worden. Tuurlijk. En die vissen die zeiden van: luister, ik bedoel, je idee is geen praktisch idee. Want als wij aan land gaan, dan gaan we zeker dood. Maar als wij in het water blijven, dan zullen enkele van ons gevist worden. Maar het grootste deel waarschijnlijk zal het overleven. En zo zegt Rabbi Akiva, zo is de situatie met ons volk op dit moment. Water wordt vergeleken met de Torah, met de Bijbel. Het moment dat wij ons stoppen met het studeren van die Bijbel, dan komen we op het droge. En geloven met het Joodse volk, zonder die Torah, zonder die Bijbel, overleeft het niet. Geen kans. Maar nu dat er een tijdelijke verordening is van de Romeinen, of van welk volk dan ook, dat we de Torah niet, dat we de Torah niet mogen bestuderen, blijven wij wel studeren. Want een aantal van ons zal het wel overleven. Want sowieso zonder die Bijbel, zonder die Torah, kunnen wij het zeker niet overleven. Dat was hetgene wat Rabbi Akiva ons geleerd heeft. Nou, dan gaan we even kijken naar die Torah. Want als de Joodse vrouw zich zo bindt aan die Torah, waarvan leren we? Van wie kunnen we leren? Van een heleboel. En ik heb gewoon maar een paar karakters uit die Bijbel gekozen waarvan de Joodse vrouw leert. En elke dag opnieuw. Maar wat belangrijker is, laten we even kijken naar de verdiensten van de vrouw door de geschiedenis heen. De verdiensten van de vrouw is
vooral van Adam en Eva, is dat de vrouw is geschapen, zoals u weet, uit de rib van de man. Maar alle dieren uit het hele dierenrijk, die waren geschapen als paar, mannelijk en vrouwelijk. En hier kwam Adam en die zei, luister God, ik ben helemaal alleen, ik voel me niet lekker alleen. En God besloot toen niet om een apart wezen te schapen uit iets externs. Nee, God nam zijn rib, nam hem uit zijn rib, heeft hij de vrouw geschapen. Vraag de Joodse geleerden waarom. Zeggen de Joodse geleerden, waarom staat dit zo in de Bijbel? Is omdat de rol van een vrouw is om haar man te helpen. Een ezer kenegdo, zoals dat schrijft. Een hulp tegen zichzelf. Als alles goed gaat, is zij een hulp. Als hij de verkeerde dingen doet, dan zal ze zich tegen jou keren om te zeggen, hey man, wat je doet is niet goed. En zo hebben we al de eerste belangrijke rol vanaf de schepping van de wereld. Het interessante is dat in het voorrecht uit de verdiensten van de vrouw is het Joodse volk uit Egypte verlost. Weer een klein voorbeeldje. De zuster van Mozes, Mirjam. We kennen allemaal het verhaal, het bekende verhaal. Die is naar haar moeder toe gegaan. De ouders die wilden scheiden. Waarom wilden de ouders scheiden? Want er was een verordening van de farao dat alle babytjes, alle mannelijke babytjes, in de Nijl moesten worden gegooid. Welke moeder kan dat aan? Dus de ouders van Mirjam die zeiden, ik wil niet langer getrouwd zijn. Ik wil geen kinderen verder voortbrengen. Want het is te moeilijk. Het is vreselijk. Komt Mirjam en zegt meer, mama, jij mag niet scheiden van je man. En Mirjam, en Jochevet zegt, en waarom niet? Zegt, nou kijk, als jij gaat scheiden van je man, dan zal de verlosser van het Joodse volk niet geboren worden. En hier luistert haar moeder naar Mirjam. En zo uiteindelijk, door de geboorte van Mozes, is het Joodse volk verlost uit Egypte. Verder is het interessant om te zeggen dat alleen de vrouwen boven de 20 jaar het beloofde land hebben betreden. Na de grote zonde van de spionnen, wat kwam er een verordening dat de mannen boven 20 jaar het beloofde land niet mochten betreden? De vrouwen wel. De vrouwen hebben niet meegedaan met de zonde van de gouden kalf. En de vrouwen, zoals het Talmud dat zegt, dat in de verdiensten van de vrouwen zal de Mashiach komen. Maar tot de dag van vandaag, als het niet in de verdiensten zou zijn van de vrouwen, waar waren we dan tot op de dag van vandaag? De vrouw is het spil. Is een spil van het Joodse leven. Niet de synagoge. Niet de uiterlijkheden. Het is het innerlijk. Het huis. Het allerbelangrijkste onderdeel van het Joodse leven. Het huis. De vrouw is een spil van het huis. De vrouw is de baas in huis. Zij bepaalt in huis wat er gebeurt. Namelijk, zij bepaalt hoe je familie eruit zal zien. Wat de sfeer is in huis. Geen vrouw, probleem met het eten. Kosher eten. En geen Shabbat. En geen feestdagen. Ik geef u een voorbeeld. Ik zie, vooral in Nederland zie ik dat de synagoge de plaats van gebed is voor mannen, maar ook veelal voor vrouwen. Ik kan u zeggen dat in Israël synagogen zijn waar helemaal geen vrouwenafdelingen zijn. Want vele, vele vrouwen gaan helemaal niet naar de synagoge. Omdat het niet echt een belangrijk onderdeel is voor de vrouw om naar de synagoge te gaan. Om een voorbeeld te geven, de Shabbat breekt aan. U weet hoe de Shabbat aanbreekt. In de winter gaat de Shabbat vroeg in, want het gaat met zonsondergang, vrijdagmiddag, 4 uur 's middags.
En dan zal ik u even opnoemen wat er gedaan moet worden. Er moet gekookt worden, schoongemaakt worden, gestreken worden. De kinderen moeten gewassen worden, je man moet gewassen, jezelf moet gewassen. De vloer moet gedweild worden. Wat een race tegen de klok. Komt de tijd van Shabbat? De vrouw vanaf de dagen van Mozes steekt haar Shabbatkaarsen aan. En als u ooit in Jeruzalem bent geweest, dat hoop ik, dan ziet u dat op vrijdagavond de Shabbat neerdaalt op de straten. Van die haast wat er eerst was, komt een enorme rust dat je het gewoon niet kan geloven. Je loopt door de straat heen en overal zie je die kaarsjes branden. Uniek. Er komt een sfeer dat niet te beschrijven is. De mannen gaan naar de synagoge. Na een uur komen de mannen terug van de synagoge. En stel nou, de vrouwen die hebben besloten om niet meer die Shabbatmaaltijden klaar te maken. De man komt thuis en zegt, Moshe, ga maar naar de keuken toe. Ga maar even je eigen maaltijdje in de micro opwarmen. Dat is niet de Shabbat. De Shabbat is elke week een kerstdiner maken. Echt waar? Een viergangen diner. We hebben natuurlijk groot probleem met onze lijn. Want elke week een viergangen diner. Dat is het probleem. Maar de vrouw zet de toon. De vrouw zet de sfeer. Je man komt binnen op een vrijdagavond. En je huis is een huis vol warmte en harmonie. Dat is de taak van een vrouw. Want het geluk is in je huis. Je kinderen moeten een warm huis hebben. Dat is een enorme, enorme taak. En dan komt je man binnen en hij begint natuurlijk de Shabbat in te wijden en het Eshet Chayil, spreuken 31, uit te spreken. Maar denk maar niet dat je binnen het Jodendom kan rondgaan met veel trots. Want dan zeggen de Joodse geleerden, wat spreuken 31 betreft, dat is niet voor de vrouwen, dat is voor God. Dus trek het je maar niet te veel aan. Dus het belangrijkste element in het Jodendom, zoals ik al eerder gezegd heb, is de liefde. En om de liefde te koesteren, dat is ontzettend moeilijk om te bereiken. Wat is liefde? De hele wereld draait om liefde. De hele wereld. Je doet de radio aan, Radio Veronica, die heb je toch? Ja? Radio 1, 2, 3, 4. En bijna overal hetzelfde onderwerp. Hij houdt van mij, hij heeft mij verlaten, hij houdt van mij, hij houdt van mij. Ik ben zo verliefd. De hele wereld houdt zich bezig met liefde. Het Jodendom ook. Maar als je in de wereld kijkt, in de praktijk van de wereld, dan lijkt het wel alsof er helemaal geen liefde in de wereld is. Dat op de radio de liefde alleen maar wordt bezongen als een ideaal dat eigenlijk niet bestaat en zo ontastbaar en onhaalbaar is. Dus wat is liefde? Liefde in het Hebreeuws, je moet altijd terug naar het Hebreeuws, natuurlijk. Want de Torah, de Bijbel, is in het Hebreeuws geschreven, niet in het Nederlands. Hebreeuws. Ja? Het is in het Hebreeuws geschreven. En het woord voor liefde, dat betekent ahava. Maar als ik dat woord nou, ahava, naar het Nederlands vertaal, dan is de vertaling geen liefde. Dan komt het van de wortel van het woord, komt van geven. Ah, misschien hebben we hier een idee. Want wat gebeurt er nou? Als ik in de wereld leef om te nemen, om te vergaren, om een grotere auto te hebben, nog een grotere auto te hebben, en nog een groter en een huis, en nog een groter huis, want een buurman heeft een groter huis, dan is het oneindig. En geluk, het is als het ware van je, dat het van je wegrent, want het is oneindig. Maar als ik in de wereld ben om te geven, dan plotseling verandert het hele patroon van de wereld in een wonderlijke wereld. Wat is het toch ongelooflijk hoeveel je kan geven. Maar het is toch nog veel onvoorstelbaarder hoeveel blijdschap en geluk geven je geeft. Geef. Dus ahava betekent geven. Hoeveel heb ik voor een ander over?
Hoeveel wil ik doen? Hoeveel kan hij me lastigvallen? Hoeveel ben ik bereid om op te geven voor een ander? Niet te veel natuurlijk, want ze moeten me niet storen. Vooral niet na 22:00 PM. Het Van Dalen woordenboek, dacht ik, laat ik maar even kijken wat het woord huwelijk betekent en hoe het wordt beschreven in het Van Dalen woordenboek. Heeft u dat ooit gedaan? Nou. En wat staat er daar geschreven? Huwelijk. Het huwelijk is een bij wet geregelde verbintenis tussen twee personen. Gelijk? Ja. Dat betekent, we verdelen onze taken. Ik vind hem leuk, hij vindt mij leuk. We verdelen onze taken. Hij doet dit en ik doe dat. En we houden onze taken. Maar nu, wat gebeurt er? Hij begint de hele boel te versloffen. En hij doet zijn taken niet meer. Wat nu? Wat ga ik nu doen? Doe wat we hebben afgesproken. Dit is niet de afspraak. En hierheen, plop, het vuur tussen de man en vrouw is pief, aan. Dat staat er ook in het Hebreeuws. Dat heb ik nog niet verteld. Ja. Dat staat er ook in het Hebreeuws. De naam voor man in het Hebreeuws is Ish. En de naam voor vrouw is? Goed zo. Isha. En als er geen harmonie is tussen ons, dan vertrekt de naam van God weg uit deze twee woorden. De Ish, de Yud, als u een beetje je vriend kent. En de Isha, de He. De naam van God, het moment dat de naam van God vertrekt uit de relatie van een man en een vrouw, dan hebben we vuur. Ish. Dan blijft er Ish, vuur over. En maar al te vaak. Maar al te vaak. Hij heeft zijn taken, zij heeft zijn taken. Iemand voldoet niet aan de taken. De groeten. Dat is niet de Joodse manier. De Joodse manier is, heb ik natuurlijk ook opgezocht, wat betekent trouwen in het Hebreeuws? Dat betekent nisuim. En nisuim, dat betekent dragen. Dragers. Als ik met jou ga trouwen, dan zal ik je voor altijd dragen. Geen deals. Ik doe alles onconditioneel. Wat jij ook doet, ik blijf jou dragen. Ook al vervul je je taken niet, ik blijf jou dragen. Wat verschrikkelijk moeilijk. Maar het moment dat ik geef en ik heb een relatie met de ander, dat gebaseerd is op geven, is de kans tot slagen heel groot. Bent u met me eens? Denk het. Dus leven, het hele leven, bestaat uit het niveau van liefde dat ik kan opbrengen voor een ander. Als je iemand lief hebt, weet je, je hebt iemand die verliefd is. In het begin, je bent getrouwd, je bent verliefd. De hele dag denk je maar, oh, wat zou hij nou doen? Waar is hij? Heeft hij iets nodig? Kan ik een bloemetje meebrengen? Wat zou hij willen eten? Misschien heeft hij nieuwe schoenen, nieuwe sokken, nieuwe dingen nodig. Misschien kan ik toch iets kleins voor hem doen, wat ik maar kan doen. Zo denkt is iemand de hele tijd geconcentreerd op wat die ander nodig heeft. Maar ja, vaak is het zo dat die liefde een beetje afkoelt. Want hij geeft toch niet op de manier, doet zijn taken niet zoals ik niet had afgesproken. En ik kan me herinneren, ik was net getrouwd. En op een gegeven moment word ik 's avonds wakker en ik doe. En plotseling ruik ik van die zweetsokken naast mijn bed. En dacht, oh, maar dat was niet de afspraak. En wat dan? Me laten gaan in mijn woede? Of een beetje in te houden en die sokken maar een beetje verder weg te zetten, want anders kan ik niet slapen. Maar liefde is het maximum te willen doen voor de ander. Zoals de vis in het water, waar ik het net over heb gehad. Dat zonder de Torah, zonder datgene wat de Bijbel ons leert, van onconditionele liefde voor een ander, kunnen we niet leven. Zonder het water, dus zonder de Torah, wat de Torah ons aangeeft, kunnen we niet leven. Is er geen bestaan voor het Joodse volk.
het moment dat je het geven nastreeft, dan wordt de liefde eindeloos. Want je kan geven en geven en geven. Want bijvoorbeeld, je hebt kinderen. Een kleine baby. Wat doet die? 'S Nachts ligt te huilen. Moet eten, moet een schone luier. En de ouders die houden eindeloos veel van die kinderen. Alleen maar omdat ze onconditioneel moeten geven aan die kinderen. Zoals je ook ziet aan God zelf. God heeft de wereld geschapen, zoals we dat lezen in de Bijbel. En als laatste komt God op het idee om de mens te schapen. Zegt de Midrash, de Joodse vertellingen, dat eigenlijk de engelen naar God zijn gegaan en hebben gezegd, misschien God is het niet zo'n goed idee. Maar God had besloten, nee, ik ga de mens schapen. Ik vind het wel een goed idee, ik ga ermee door. God was de ideale vrijgezel. Niemand die hem lastig viel. En hier gaat hij, dan komt hij zelf en hij creëert de mens. Die alles doet tegen zijn wil. En wat doet hij? Hij geeft onconditioneel, ondanks het feit dat we het niet verdienen. Het voorbeeld van hoe een man en een vrouw samen moeten leven door onconditioneel te geven. Want dat krijgen we van God zelf. En een kind? Een kind is heel flexibel. Een kind is liever gelukkig dan dat hij gelijk heeft. Hij weet, hij zegt iets aan zijn moeder. En zijn moeder zegt, maar kind weet dat hij gelijk heeft. Hij gaat dan even ver. 10 minuten later is hij weer even happy als altijd. Want hij is liever gelukkig dan dat hij gelijk heeft. Groei je op, dan verandert de realiteit. Dan zijn wij liever totaal miserabel dan dat ik mijn man gelijk zal geven. Natuurlijk heb ik gelijk. Ik heb gelijk. In plaats dat ik dan na een paar minuten zeg, wat maakt het gelijk uit? Maakt niet uit. Wees liever gelukkig en blij dan dat ik in mijn gelijk blijf. Van wie leren we al dit allemaal? Onze aartsvaders en aartsmoeders, die hadden tijdloze persoonlijkheden. Datgene wat zij in de Bijbel ons vertellen, de meest wonderbaarlijke verhalen die ook moeilijk te begrijpen zijn, die proberen we toch te begrijpen. Sarah, Rivka, Rachel en Lea, onze aartsmoeders. Diegene die heb ik in mij. Zou ik dan geen voorbeeld aan hun nemen? En dan heb je het verhaal, het wonderlijke verhaal van Jacob die hield van Rachel. Er komt zijn schoonvader Laban, die bedriegt de hele boel. En Jacob gaat trouwen met Lea en weet niet dat het Lea is, want haar zuster Rachel heeft haar alle tekenen gegeven, zodat ze niet beschaamd hoefde te worden. Wat een liefde. Wie kan zo'n enorme liefde opbrengen? En Jacob wordt 's ochtends wakker. Hm? Is Lea? Is geen Rachel? Wat is er aan de hand? Ik zou zeggen, een normale man zou zeggen, nou, dat was dan een foutje, de groeten, jij gaat daar naartoe, ga maar je leven leiden. Dat was echt niet de bedoeling. Maar hij bleef getrouwd met Lea. Maar staat er ook beschreven, van degene van wie hij werkelijk hield, was Rachel. Dat was een intens liefdesverhaal. Hij hield van Rachel en hij wilde Rachel. En wat gebeurt er met Rachel? Rachel is jong gestorven. Ze is met 36 jaar oud is ze gestorven. De naam Rachel betekent in het Hebreeuws, vanuit het Hebreeuws, Rachela, ooi, een schaap, schaapje. Prettig, mooi, wollig, schattig, makkelijk om van te houden. De naam Lea, dat betekent Lea, zoals het ook echt is. Dat betekent uitdaging. Uitdaging. Lea was uitgeput van het bidden om God te vragen om alsjeblieft niet met Esau te hoeven trouwen. De relatie tussen Rachel en Jacob was heel intensief. Een hele vurige liefde, maar van korte duur. Ze is jong overleden. De relatie met Lea, de uitdaging, dat de uitdaging karakteriseert, was lang. Zij was veel langer in het leven.
Zij heeft veel meer kinderen voortgebracht. En niet alleen dat. Rachel werd niet samen met Jacob begraven. Lea werd samen met Jacob begraven. Wat betekent die vurige liefde van korte duur? Op een gegeven moment is het voorbij, het is snel voorbij. De uitdaging, dat is hetgene wat lang blijft. In een universiteit in Amerika is er onderzoek gedaan naar de grote vraag wat de wereld bezighoudt. Wat maakt vrouwen gelukkig? De vraag. Wat maakt vrouwen gelukkig? En dan als we naar de moderne tijd kijken, dan gaan we alle taken gelijk verdelen. De mannelijke taken verdelen we gelijk met de vrouwelijke taken. De vrouwelijke taken, de mannelijke taken, dat is een beetje door elkaar. En iedereen doet wat hij maar het liefste doet of niet het liefste doet. Maar nou blijkt dat bij verdeling van gelijke taken, dat dat niet hetgene is wat de vrouwen gelukkig maakt. Dat is nou jammer. Heel jammer. Wat maakt een vrouw nou wel gelukkig volgens het wetenschappelijke onderzoek? Dan gaan we nog de vraag een beetje aanscherpen. En dat is dat vaak in de moderne maatschappij ga je niet meteen trouwen. Je stapt niet meteen het huwelijksboot. Je moet elkaar eerst leren kennen. Even wachten, even kijken. En hij is zo leuk en zo geweldig. En hij is daar en zij is daar. En wanneer ze tijd hebben, ontmoeten ze elkaar. En ze zien allebei de leuke kanten van elkaar, ook de wat minder leuke kanten. Maar oké. Maar op een gegeven moment, je leven gaat door. En dan moet je gaan trouwen. En hoe vaak zien we niet dat als mensen gaan trouwen, dat moment dat ze gaan trouwen, gaat het mis. Helemaal mis. Hoe vaak zien we dat niet gebeuren? Wat is er nou aan de hand? Want het moment dat die vurige liefde, dat element van Rachel, wegvalt. Waarom zou je dan trouwen? Waarom zou je getrouwd blijven? Die vurige liefde wat ik voelde toen ik een relatie had, is weg. Waarom zou ik dan bij die persoon blijven? Het element van Rachel is weggevallen. Wat overblijft, is de uitdaging. Lea, ben ik bereid te geven? Ben ik bereid te werken? Ben ik bereid mijn best te doen? Of is het er allemaal een beetje te veel, want de vurigheid is er toch vanaf, dus laat maar gaan. En dat is hetgene wat wij hier leren van Rachel en Jacob. En van Lea en Jacob. Dat Jacob eigenlijk is achtergebleven met de vrouw die voor hem een uitdaging was. Ze moesten hun best doen. Ze moesten hebben wat opgebouwd. En ze wisten dat ze een taak hebben in deze leven. En daar hebben ze aan gewerkt. Niets was zoals de uitdaging met Jacob en Lea. Maar ze hebben het gewoon voortgezet. Ze hebben hun taak vervuld. Maar er is er nog een heel belangrijk element bij de vrouwen. Het heet in het Hebreeuws Bina Yetera. Een vrouw is geschapen met Bina Yetera. En dat zou ik vertalen naar Nederland met vrouwelijke intuïtie. Voorbeeld, je bent thuis en met je man, je krijgt gasten. En de gasten komen binnen en je man enthousiast. Wat een leuke mens, wat een goede mens. Ze zegt, die moeten we nou de hele tijd uitnodigen, keer op keer. Hij kijkt naar zijn vrouw en ze vraagt hem, nou, ik vind het maar niks. Maar waarom? Ze zijn toch geweldig? De vrouw zegt, ik vind het maar niks. Waarom dan? Altijd begin je weer. Altijd denk jij de dingen beter te weten. Heren, ik moet u teleurstellen. De dames weten het beter. Omdat ze geschapen zijn met wat heet een dieper inzicht in heel veel dingen in het dagelijkse leven. Bina Yetera. Dus binnen de Joodse wet betekent dit dat als de ziel van de vrouw op een hoger niveau is, dat ze ontheven is van veel van de opdrachten van de geboden die je in het dagelijkse Joodse leven moet opvolgen. Bijvoorbeeld, een vrouw hoeft niet naar de synagoge te gaan. Het is genoeg voor een vrouw om één keer per dag te bidden. Een man
binnen het Jodendom, die bidt 3 keer per dag in aanwezigheid van 10 man. Nou, dat is even een opgave. Ik kan het u zeggen wat voor opgave het is. Ik woon in Jeruzalem. En 's avonds laat komen we thuis. Ik ben doodmoe, ik wil naar mijn bed gaan. En dan zegt mijn man, oh nee. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, ik heb het avondgebed nog niet gezegd. En dan pakt hij zijn jas en hij gaat het huis uit. En hij gaat op zoek naar een synagoge waar nog 10 mensen zijn. Dat is een opgave. Ik benijd hem echt niet. Echt niet. Ik lig ondertussen te slapen als hij dan na een half uur weer terugkomt. Maar dat is de taak van de man. En zo heeft de vrouw een uitgesproken taak. Zij is de ziel van het huis. De ziel van haar gezin. De ziel van haar omgeving. Ze is het fundament van het huis. Ah, betekent dat de vrouw dan, zoals je het in het Nederlands zo goed zegt, het recht van de vrouw is het aanrecht. Nee dus. Dat is het niet. Het recht van de vrouw is ervoor te zorgen dat haar gezin een element is, een bouwsteen is van de maatschappij. Dat haar gezin bouwsteen is van de toekomst. Dat ze haar prioriteiten goed moet weten. Een vrouw kan een carrière hebben. Een vrouw kan alles doen wat ze wil. Een vrouw kan naar de synagoge gaan. Een vrouw kan alles doen wat ze wil. Maar eerst je prioriteiten. Eerst je kinderen. Eerst diegenen die om je heen zijn, die van je afhankelijk zijn. Kan je gaan werken? Zoals in Israël heb je geen enkele andere keus, maar vrouwen moeten werken. Wil je het een beetje kunnen redden? Dan is het nog steeds. Wat zijn je prioriteiten? Dus de vrouwen gaan werken, natuurlijk. En ze hebben carrières. En ze zijn op prominente plekken binnen de maatschappij. Maar wel te weten wat mijn prioriteiten zijn. En dat is de taak van de vrouw. Bijvoorbeeld, ook een taak van de vrouw, zij is de baas in huis. Je hebt een schilderij dat je kunt ophangen. Man zegt, ik wil schilderij daar. Vrouw zegt, ik wil schilderij daar. Dan zegt de Joodse wet, het schilderij gaat daar. Een man, zoals de Maimonides zegt, moet van zijn vrouw houden zoals hij van zichzelf houdt. Zo is het helemaal. Maar aan de andere kant, de vrouw is de ziel van het huis. Dus het is wel een redelijk zware taak. Want die Shabbat bijvoorbeeld, die elke week weer terugkomt, elke 7 dagen weer terugkomt, die wil je zo ook zo mooi mogelijk maken. Je wil de hele omgeving waarin je woont, wil je die Shabbat, wil je eren. Dat is veel werk. Het Jodendom heeft heel veel werk om handen. Heel veel werk. Heel werkintensief. Want je moet dit en je moet dat en je moet dat en je moet dat. En dan zie ik dat Israël, nu dat we vlak voor de feestdagen zijn, mensen worden wakker. En mensen, binnenkort is het loofhuttenfeest, willen allemaal hun loofhutje bouwen. En ze hebben de stoffen niet en ze rennen zich rot alleen maar om een loofhutje te kunnen bouwen. Dat betekent met een beetje riet en wat dekens daar om het een beetje een hutje te kunnen maken. En mensen die werken en ze rennen, het is allemaal zo intensief. En dan denk ik, Joods volk, wat is er met jullie aan de hand? Het gaat hier om een hutje. Een hutje. En dan denk ik even na van, hey, jullie zijn allemaal verliefd op God. Hij heeft geschreven, 7 dagen zal je in een hutje wonen en iedereen gaat uit zijn dak. En dan heb je de grote verzondag. Ja, er zit een rietendak op. En dan heb je de grote verzoendag. En dan hoor je heel veel vrouwen, oh, jammer genoeg, ik kan niet naar de synagoge gaan, want mijn taak is niet in de synagoge, ik moet voor de kinderen zorgen. En iedereen zit te denken van, oké, heb je rubberen schoenen al en dan heb je dit al. En ik denk weer van, jullie zijn stapelgek, wat is met jullie aan de hand? En weer zie ik, een oneindige liefde, verliefdheid op God. Want wie heeft die grote verzoendag aan het Joodse volk gegeven, als niet alleen God? Dat is de Joodse vrouw. Het enthousiasme in te brengen in datgene wat we doen. En nu, in deze moeilijke tijden, want het zijn best wel zware tijden. Raketten over je hoofd, die over je hoofd vliegen.
Ik kan u garanderen, het is niet prettig. Klinkt niet prettig. Je ligt te slapen. Een van de keren was er in Jeruzalem was een luchtalarm. Het was een Shabbatmiddag. Ik lag te slapen, maar ik lag heel diep te slapen. En ik hoorde ergens ver luchtalarm. Ik dacht, ik ben te moe, ik sta niet op. Komt mijn man binnengelopen en zegt, opstaan, snel, 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 naar de kamer gaan, naar de schuilkelder gaan, snel. En ik zeg, ik kan niet zo snel opstaan. En ik kom daar in de schuil helemaal duizelig. Het heeft me weer een uur geduurd om weer wakker te worden en bij te komen. Lastig. Kindertjes die in de stress raken. Die plotseling weer in hun broek beginnen te plassen omdat ze bang zijn. En wie vangt dat op? Die Joodse moeders. Wie vangt dat op? Die Joodse moeders die een pilaar zijn van vertrouwen in een woelige wereld. Vooral in de woelige wereld van Israël. Want weten we zeker dat alles veilig is? Weten we zeker dat niet morgen er weer raketten op Israël op ons zullen worden afgestoken? Vandaag was er nog een raket, dat heeft u zeker niet gehoord. Vandaag, op de Golan, was een raket vanuit Syrië afgestoken. Gewoon tussendoor zag ik dat even op mijn appjes, op die mobiele telefoon, op de apps. Zijn de vrouwen niet bang? Ja, we zijn bang. En hebben we slapeloze nachten van mijn zonen? Ik heb er 72 van begraven nu, de laatste maand. Hoe houden we stand? Zo is het verhaal van Rachel Frenkel. De moeder van een van de 3 vermoorde jongens. Die verdwenen, maar die vermoord zijn door de Hamas. En het was na de begrafenis van haar zoon. En ze zat, zoals de gewoonte is binnen Jood, omdat je laag zit. Een teken van rouw. Ze zat op een lage stoel. En haar man zegt, Rachel, ga nu al slapen. Je hebt nu al 2 weken niet geslapen. Vanaf de ontvoering van onze zoon heb je niet meer geslapen. Ga slapen. Nee, zegt ze, ik kan niet slapen. Ik kan echt niet slapen. Alsjeblieft, Rachel, ga slapen. Misschien heet ze niet zomaar Rachel. En toen kwam er een rabbijn Lau, die kwam daar binnen gelopen. En toen haar man is naar rabbijn Lau gegaan, zegt rabbijn Lau, spreek met mevrouw. Dat ze een beetje gaat rusten. Het is te veel. 2 weken lang zo traumatisch. Ze heeft geen seconde geslapen. Ze zit alleen maar te wachten. En ik weet niet waarom ze nu niet gaat slapen. Onze zoon komt niet meer terug. Later zegt dat ze moet gaan slapen. Rabbijn Lau zegt oké. Okay. Hij gaat naar Rachel toe en hij zegt, Rachel, ik heb gehoord dat je niet slaapt. Waarom ga je niet een beetje rusten? Ga een beetje slapen, het is goed voor je. Ga een beetje slapen. En Rachel die zegt, Rabbijn Lau, hoe wilt u dat ik ga slapen? Eerst heb ik 2 weken op mijn zoon gewacht in de hoop dat hij misschien levend terugkomt. En nu, hoe wilt u dat gaat slapen? Nu wacht ik op de Mashiach. En wat kan je dan antwoorden? Maar dat is de essentie en de sterkte van het Joodse volk. Dat ondanks het feit dat de moeder, dat 72 moeders hun zonen hebben moeten begraven, is er nog steeds die hoop die ze uitspreken of niet uitspreken, maar verder gaan om te zeggen, wij zijn het Joodse volk, het is niet gemakkelijk. Maar wij gaan door. Dat is de essentie van de Joodse vrouw. Dan, oké. In de Torah wordt de vrouw benoemd als het huis. Zij is het huis. Zij bepaalt in huis wat er gebeurt en zij is de baas. Dat is de fundering van het Jodendom. Dat is het allerbelangrijkste. Dan heb je misschien wel de mannen die uiterlijk heel veel dingen doen. Maar de voortzetting bestaan van het Joodse volk is in huis bij de vrouw. Er zijn natuurlijk nog een heleboel vragen die in je opkomen. Waarom dragen vrouwen iets op hun hoofd? Orthodoxe vrouwen. Ik draag ook iets op mijn hoofd, misschien niet zo zichtbaar. Dure pruik. Maar ook veel vrouwen dragen gewoon doekjes op hun hoofd. En waar komt dat dan vandaan? Waar komt vandaan dat vrouwen überhaupt, als ze getrouwd zijn, hun hoofd bedekken? Alles wat een Jood doet, kan ik u zeggen, dat komt uit de Bijbel, dat komt uit de Torah.
Soms moet je even bestuderen met een vergrootglas, maar het komt er allemaal uit de Torah. Als je denkt, van dat is onzinnig, waarom doen ze dat? Of dat is onzinnig, waarom doen ze dat? Dan gaat u maar even gauw in die Bijbel kijken. Goed met een vergrootglas, dan vindt u het wel. Dus waar staat het geschreven überhaupt dat er iets over hoofdbedekking bij een vrouw staat? En dat staat bij de overspelige vrouw in Numeri. Dat de overspelige vrouw moest komen bij de priester en die deed haar hoofdbedekking af. Ah, zeggen de geleerden, de mondelingen leer. Zeg, oh, als de Torah zegt dat ze haar hoofdbedekking af moest doen, dat betekent dus dat ze hoofdbedekking had. En daaruit leren we dat het belangrijk is dat de getrouwde vrouw haar hoofd bedekt heeft. En wat is de betekenis hiervan? Betekenis is jappy. Kent u die uitdrukking jappy? In Amerika heb je dat, jappy. Een jappy is, dat betekent Jewish American Princess. Dat is alleen als je uit Amerika bent. En kom je uit Israël, dan ben je alleen maar JP. Joodse prinses. Wij zijn Joodse prinsessen. We zijn de dochters van de koning. En onze kroon, om aan te geven dat we dochters van de koning zijn. En uit bescheidenheid en nederigheid tegen de koning hebben we iets op ons hoofd. Net zoals inderdaad mannen altijd wat op hun hoofd hebben, zo hebben getrouwde vrouwen altijd wat op hun hoofd. Dat is de reden waarom we ons hoofd bedekken. En dan zijn er natuurlijk nog veel en veel meer vragen, maar het gaat om de uitdaging. Zijn we ertoe bereid? En zo op een gegeven moment kwam een man bij de dokter. Hij voelde zich helemaal niet goed. Hij zag er niet uit. Hij was helemaal uitgeleefd. Hij was ziek en hij was moe en hij was overspannen en hij kon niet meer. Hij komt bij de dokter en de dokter zegt, nou meneer, u ziet er echt niet goed uit. Laten we nou maar eventjes eerst wat onderzoeken gaan doen. En dan kunnen we uitzoeken wat er precies met u aan de hand is. En dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen doen. Prima. Hij ging de onderzoeken doen. De onderzoeken waren klaar. En toen zei de dokter tegen hem, na de onderzoeken wil ik uw vrouw zien. U hoeft niet mee te komen. Oké. Nou, de vrouw gaat naar het resultaat van het onderzoek, wil graag horen wat de dokter te zeggen heeft. De man is toch maar meegekomen uit nieuwsgierigheid en blijft in de spreekkamer zitten. De vrouw gaat naar binnen. En de dokter begint te praten. Mevrouw, ik moet een ernstig gesprek met u voeren. Nou, zegt die vrouw, wat is er aan de hand? Zegt, ja, uw man is ernstig verwaarloosd. En u moet daar wat aan doen. Want als u niet goed voor hem gaat zorgen, dan is hij binnen een paar maanden dood. Nou, dat is een bericht. Niet echt leuk. En stel de vrouw de vraag. Wat moet ik doen, dokter? Wat moet ik doen? Nou, zegt de dokter, als hij thuis komt, moet je meteen klaar zijn met zijn pantoffels. Hij doet zijn schoenen uit, doet zijn pantoffels aan. En ze eten, niet opwarmen op het moment dat hij thuis komt. Het staat al warm op tafel. En daarna leg je hem lekker op de bank. En met een biertje en zijn koffietje en zijn krantje. En zo moet je hem verzorgen. En zo moet je hem verwennen. Want dat is pas goed voor hem. En dan, na een paar maanden, wordt hij beter. Maar als u dat niet zal doen, dan gaat u vast dood. Oké. Ik heb gehoord wat u gezegd heeft, dokter. Dank u wel. Neemt afscheid van de dokter. En ze loopt naar buiten toe. En haar man, helemaal nieuwsgierig, in de spreekkamer, in de wachtkamer. En zegt, en wat zei de dokter? Wat zei de dokter? En toen zei ze, je gaat binnenkort dood. Dit is dus het element van de uitdaging. Van hoeveel inderdaad heb ik er voor over voor mijn man, om voor hem te zorgen. Maar ja, het hoort er nou eenmaal bij, al die grapjes. En zo was er ook een echtpaar, die waren 50 jaar getrouwd. Een hele mijlpaar, 50 jaar getrouwd. En toen zei die vrouw van, ja, het lijkt inderdaad één lange dag. Oh ja, één lange dag. Welke dag dan?
Grote Verzoendag. En zo zijn er nog talloze grapjes natuurlijk, wat je over mannen en vrouwen kunt zeggen, vrouwen over mannen, want het is het meest besproken onderwerp, geloof ik, wel ter wereld. Maar het gaat uiteindelijk om de uitdaging. Van hoeveel heb ik voor een ander over? Hoeveel heb ik ervoor over dat hij af en toe die irritante dingen doet, dat hij me echt irriteert, dat hij me echt boos kan maken? En ik wil verder gaan, ik wil doorgaan. Net zo van het element van Jacob en Lea, die een heel volk hebben opgebouwd. En zo neemt de Joodse vrouw ook haar deel, haar steentje mee, ieder apart, in het opbouwen van ons volk. Ik ben een beetje aan het einde op dit moment van mijn betoog. Als u vragen heeft om over bepaalde dingen te praten, gaat uw gang. Ik hoop dat ze kan beantwoorden. Wie mag ik het woord geven voor een vraag? Hallo, ik ben Wil van der Sluis. Ik heb een kettingje met een graf van Rachel, de tombe. En omdat ik die pakketten krijg van Lef Ha'olam, en daar zat hij in. En ik denk, ja, wie gaat er nou met een graf om zijn nek lopen? Wat betekent dat? Weet u dat? Oh. Wie is als Rachel? Kijk, het is natuurlijk een... Vroeger was het zo dat niet veel Joden in het Heilige Land woonden. En af en toe kwam er dan een reiziger. En die kwam dus op de heilige plaatsen in Hebron en in Bethlehem en in Jeruzalem. En op allerlei plaatsen. En die wilde naar de mensen die hij achter heeft gelaten. In Europa en in de Arabische landen. Wilde hij wat meenemen van het Heilige Land. En zo misschien was dat wel het begin van de souveniertjes. Dat om te tonen van, ik ben hier geweest. En om het deel te hebben van die heilige plaatsen waar ik eigenlijk voor jou gebeden heb. Hier heb je dat, een kleine souvenir van de tombe van Rachel. Nou, ik denk niet dat honderden jaren geleden mensen die mooie kettingen maakten. Maar het is wel om te denken van, ik ben verbonden met het heilige land. Ik ben verbonden met mijn aartsmoeders. Ik ben verbonden met dit hele geheel. Ik denk dat dat de reden is dat er zulke kettingen worden gemaakt. Wie volgt? Het viel me op dat u een van de mooiste hoofdstukken van de Bijbel citeerde als het over de vrouw gaat. Spreuken 31, geschreven door een vrouw, hè? De moeder van de koning. Oké, ik denk dat het door Salomo was geschreven. Nou, maar de woorden van de moeder. Okay. Maakt niet uit, het gaat over het volgende. Dat hoofdstuk sluit af met een van de mooiste... Hoe kijkt u er tegenaan? Maar een vrouw die de Heere vreest, die gaat alles te boven. Dus alles wat er staat is prima, maar dat is, ja, gaat boven alles uit. Hoe kijkt u daarnaar? Dat is een logische conclusie. Want je kan niks bewerkstelligen. Je kan geen huis, je kan geen huishouden doen. Je kan geen vrouw zijn, je kan niet eerlijk zijn. Je kan niet goed leven. Want in de allereerste plaats en het hoogste goed wat we hebben... is de vrees voor de koning. Ah, dus ik sta te trillen voor de koning. Ik zal u een verhaal vertellen. Er kwam een chassid. U weet wat een chassid is? Een jood kwam bij de rabbijn. Bij de rebbe, bij de rabbijn, de levensleraar. En hij ging zitten en hij wilde een zegen hebben van de rabbijn. Want u weet, je hebt die rebbes tot op de dag van vandaag. Je gaat naar ze toe en ze kunnen je zegenen. En van die wonderrabbies. Je hebt ze tot op de dag van vandaag. En die man die komt bij de rabbijn en de rabbijn zegt aan hem, nee, op dit moment ga ik je niet zegenen, ik moet eerst wat anders van je weten. Ja, maar rabbi, wat wilt u van mij weten? Hij zegt tegen de student, tegen de jood, hij zegt, vrees je me of hou je van me? Wat doe je meer? Ik zeg... Hij zegt, ik moet hier echt even over denken. Vrees ik de rabbijn? Nou.
of hou ik meer van de rabbijn? Wat een vraag. Hij zegt, ik moet de antwoord van je hebben. Moet de antwoord hebben. Hij zit daar en hij denkt en hij denkt en hij denkt. Hij zegt, weet u, rabbijn, rebbe, ik heb een enorme vrees dat ik iets zal doen, dat mijn liefde niet volledig aan u zal zijn, zodat ik u niet genoeg kan eren. En daarom is de vrees zo belangrijk. We houden zo vreselijk veel van God, dat we bang zijn om maar één ding verkeerd te doen, om niet het plezier, om het plezier te geven aan God, dat wij hem genoegen doen, dat ik een goede dochter voor hem ben. Daarom is dat het hoogste goed. En dat wil de rabbijn aan zijn student leren. Ja, ik zou het moeten studeren. Ik weet het, dat kan ik niet beantwoorden. Ik zou het moeten bestuderen. Ik ben geen rabbijn. Jira is in elk geval geen angst. Het is een mooie ouderwetse term die in de moderne Bijbelvertaling niet meer voorkomt. Vrezen des Heren. Vrezen des Heren. Nog iemand? Ja. Ja. Waarom hoeft de ongehuwde vrouw geen bedekt hoofd te hebben en de gehuwde wel? Hierover zijn er verschillende meningen. Er zijn inderdaad bij de Oosterse Joden, dat de meisjes dragen nooit een hoofdbedekking, maar als zij bidden, doen ze wel een hoofdbedekking op. Uit nederigheid, uit bescheidenheid. Maar de getrouwde vrouw moet eigenlijk laten zien dat ze getrouwd is. Zodat andere mannen niet met haar zullen beginnen op straat of zeggen, oh leuk meisje, oh. Maar dat het zo'n beetje afstandelijk is, omdat dat de bescheidenheid binnen het Jodendom is heel erg belangrijk. Dus de taken van mannen en vrouwen zijn vrijwel gescheiden. Iedereen doet zijn eigen taak. En de scheiding tussen man en vrouw komt dus door een vergaande bescheidenheid. En daarom is het dus de wet, is het niet eens de gewoonte, is de wet, dat een getrouwde vrouw haar bedekt. En dat niet getrouwd meisje dat nog eigenlijk een partner kan hebben, een man kan hebben, met haar geen bedekking op haar heeft. Probleem. Dat geef ik toe. Probleem. Altijd hebben de vrouwen hun haar bedekt. En toen kwam dus de Franse tijd. In Europa. Waarbij dus het idee van het dragen van pruiken in de mode kwam. Maar zoals u weet binnen het Jodendom. U heeft 2 Joden. En 3 meningen. En toen kwamen de christenen, die hebben dat overgenomen. Maar 2 Joden en 3 meningen. Dus er waren geleerden die zeggen, het dragen van een pruik, dat het gaat over het bedekken van je haar. En andere geleerden die zeggen, nee, dat is absoluut niet goed. Een pruik, dat is niet kosher. Dat moet je niet doen, alleen maar baretten of hoedjes, om duidelijk te laten zien dus dat je getrouwd bent. Dus er zit een twistpunt. Dat is absoluut waar. Maar vele rabbijnen door de generatie dat het zo'n beetje in is gekomen, dat ze het zo laten. Dat niet ideaal is, dat geef ik toe. Ja. Dat is omdat de soldaat een baret op moet. Hoort bij het uniform. Ja. Laat ik een vraagje tussendoor gooien, nou het daar toch over hebben. Hoe komt een Joodse vrouw aan een Joodse man en andersom? Oh, oké. Okay. Ah. Nou, allereerst geef ik u huiswerk. Er is een hele beroemde musical en dat heet Fiddler on the Roof. Heeft u dat gezien? Okay. Wat gebeurt er in die Fiddler on the Roof? Het is een prachtige film, want het geeft de sfeer heel goed weer. En daar, op een gegeven moment, verschijnt de koppelaar. De koppelaar. Wat is de taak van de koppelaar? Hoe, als jongens en meisjes zo gescheiden zijn, jongens leren op jongensscholen, meisjes leren op meisjesscholen, hoe ontmoet je elkaar? Nou, daarvoor hebben we de koppelaar. Ik zal u mijn eigen verhaal vertellen, dat maakt het vrij duidelijk. Ik was in Israël en ik werd al erg oud, 20.
En ik was nog niet getrouwd. Nou, dat kan niet. Dat kan niet. En hier gebeurt het. De koppelaar die belt mij op en die zegt tegen mij: Lea, ik heb een geweldig leuke jongen voor je. Leuk, hij is knap, hij is leuk, hij is aardig, goede familie. Ik zeg: oké, zeg ik aan de koppelaar, leuk te horen, maar ik moet dat eerst aan mijn ouders gaan vertellen. En geef maar gegevens, zodat ik contact opnemen kan nemen met zijn leraren, met zijn vrienden, om even na te gaan wat zijn achtergrond is. Ja hoor, neem maar telefoonnummers, leraren, vrienden, alsjeblieft, de hele lijst. En vervolgens belt de koppelaar, belt mijn ouders. En die zegt aan mijn ouders: luister, ik heb een hele goede man, goede jongen voor je dochter. Want het is toch wel huwbare leeftijd, het is al vrij oud. Ja, zeggen mijn ouders, geef maar de gegevens. Wat voor jongen is het? Waar komt hij vandaan? Is hij ontwikkeld? Waar leert hij? Hoe staat hij in het leven? En intussen gaan mijn ouders opsporen wat die jongen is, waar hij leert. Ze spreekt met zijn vrienden, met zijn leraar, met andere mensen die hem kennen, met de buren. Maar mijn ouders die woonden in Nederland toen. En die jongen die was aangeboden, die woonde in Israël. Eind weg, ga jij maar even uitvinden van een familie in Israël. En omgekeerd. De ouders van de jongen die krijgt informatie van een geweldig mooie meisje. Leuk in Nederland opgegroeid. De allerbeste, de mooiste. Fantastisch. En de ouders van de jongen die zeggen dus: nou, leuk, dat kan wel wat zijn. Geef maar telefoonnummers op. Bij wie kunnen we dat navragen? En nou, zegt de koppelaar, de familie woont in Nederland. Misschien is dat een probleem, maar alle problemen zijn te overbruggen. Het toeval, wat natuurlijk niet bestaat, toeval. Het toeval wilde dat de bovenburen uit Nederland kwamen. Dus met een paar telefoontjes wisten ze al gauw alles over mijn familie. Waar ze vandaan komen, waar ik geleerd heb, wie mijn vriendinnen zijn, alles, noem maar op. En de telefoontjes gaan maar door om zoveel mogelijk informatie in te winnen. En toen zeiden mijn ouders: we hebben genoeg nagekeken. Wat ons betreft heb je groen licht, je kan die jongen ontmoeten. Die jongen, zijn ouders, die zeggen: luister, we hebben veel informatie over dat meisje ingewonnen. Wat ons betreft heb je groen licht om dat meisje te ontmoeten. Zeg je: wat ouderwets. Aan de andere kant kan ik u zeggen dat het een fantastisch systeem is. Want is het niet heel prettig voor de beide families om eerst te kijken of de achtergrond van een familie wel bij je eigen familie past? Of de mentaliteit wel bij de familie past? Of die jongen wel een serieuze jongen is en dat meisje wel een goed meisje is? Of het wel passend is waar ze staan in het leven, waar de families staan in het leven? Fantastisch. Maar ja, waar is dan je eigen keus? En zo, nadat de beide ouders hebben gezegd: oké, jullie kunnen elkaar ontmoeten, zijn we elkaar gaan ontmoeten. De eerste afspraak. En dat als u ooit in Israël bent geweest en u bent in de hotels, dan zit u elke avond die hotels helemaal vol in de lobby, allemaal paardjes die heel serieus met elkaar zitten te praten. Nou, dus je gaat dus, eigenlijk is dat wat heet een blind date. Ja? Je gaat naar het hotel. Je zegt: oké, om 8 uur ben je in het hotel. Zeg maar in een hotel vlakbij mijn huis. Caesar Hotel. Ja? En je staat daar om 8 uur. Maar je bent een beetje nerveus. Want wat is er nou om nerveus om te zijn? Je weet niet wie die jongen is. Je weet niet hoe hij eruit ziet. En je weet zeker dat er zeker 3 andere paardjes daar ook komen. Die ook niet weten hoe die anderen eruit zien. Dus je staat daar, je staat een beetje te popelen. En natuurlijk is heel belangrijk te zien: is hij punctueel? Hij moet zeker niet te laat komen. Dan kan je het weer uitweten van wat. Hij is niet punctueel, dat is geen goede eigenschap. Maar ja, had de bus gemist. Ik kwam ietsje later. En hier kwam dan de jongen naar je toe. En die vraagt: ben jij Mirjam? Ik zeg: nee, ben ik niet. Dat is hem niet. En je wacht nog even. En toen kwam de jongen binnen en hij vroeg aan mij: ben jij Lea? Ik zeg: ja. En jij bent Alex? Ik zeg: ja. Oh, oké. Dus jij bent Alex, ik ben Lea. Maar
daarvoor, hij bleek dus, vertelde mij daarna, dat hij ietsje vroeger was gekomen. En, daar stond en hij stond in de lobby. En hij ging eerst kijken in de lobby van waar kan je zitten, waar is een leuk plekje. En hij komt daar zo binnen. Hij staat in de lobby. En er komt daar een meisje binnen, zo dik, met allemaal pukkels. En hij ziet haar en hij denkt bij zichzelf, als zij naar mij toe komt te vragen of ik Alex ben, zeg ik dat ik dat niet ben. Maar hoe groot was de opluchting? Dat toen hij weer zijn rondje had gemaakt en terugkwam en naar me toe kwam of ik Lea was. Ja. Dus wat doe je dan tijdens zo'n afspraak? Je gaat ergens zitten, hij drinkt wat, jij drinkt wat. En dan is het natuurlijk heel belangrijk wat hij daar allemaal aanbiedt. Drinkt hij wat te drinken aan? Biedt hij een stukje gebak aan? Of is hij te gierig om jezelf een glas water te geven? Heel belangrijk. Maar in elk geval, je begint te praten over hele serieuze dingen. Hoe sta je in het leven? Wat zijn de filosofieën van jou in het leven? Hoe zie jij je toekomst? Hoe zou jij je gezin willen zien? Naar wat voor school zou jij je kinderen willen sturen? Waar zou jij willen wonen? Wat is jouw visie in het leven? Ja. Ik moet jullie toegeven, er komen wel echt wel grapjes tussendoor. Maar je zit dus heel serieus te praten. En intussen onderzoek je alles. Je kijkt hem aan, is dat wel wat voor mij? Nee. Hij is echt lelijk als de nacht. Vreselijk. En dan na de eerste ontmoeting, dan denk je bij jezelf, wil ik hem wel of wil ik hem niet? Denk je dat ik hem nog een keer zou willen ontmoeten? Of niet? En dan, niet getreurd, heel snel daarna hangt de koppelaar weer aan de lijn. En is het wat voor je? Nou, ik weet het niet zeker. Nee, natuurlijk weet je het niet zeker. Dat kan je niet zeker weten na één afspraak. Je moet zeker nog een keer afspreken. Ja, maar ik wil hem echt niet echt nog een keer ontmoeten. Ik vind het echt niks. Hij is niet voor mij. Ja, maar toch, zegt de koppelaar. Maar het kan natuurlijk ook op een andere manier zijn dat je denkt van, oh, leuke jongen, dat kunnen we nog een keer proberen. Wat mij het meeste stoorde bij de afspraken die ik had met mijn man, was dat ik niks kon vinden wat me nou echt stoorde. Dat is heel vervelend, want dan wordt het echt serieus. Als je meteen iets ziet van, echt, dat bevalt me niet. Nou, afgelopen, volgende kandidaat. En zo had ik slapeloze nachten slapen en ik kon maar niks vinden wat me nou echt stoorde. Bij de tweede afspraak praat je verder. En je weer vragen stellen, hoe sta je in het leven, wat wil je en wat wil je, dit wil je, dat wil je, dat noem maar op. En hoe is het om in Nederland te wonen en hoe is het om in Israël te wonen en wat is de achtergrond van je ouders en wat is de achtergrond van jouw ouders. Noem maar op, alles wat je maar bedenkt bespreken. Na de tweede afspraak begint echt al serieus te worden. Twee afspraken is al veel. Na de derde afspraak waren we verloofd. En ik kan u zeggen dat na meer dan 30 jaar we nog even happy zijn. Maar daar komt natuurlijk wel bij dat in dit soort gevallen je altijd je advies neemt van je ouders, van je familie en vooral van je leraren, van je rabbijnen. Van wat zegt de rabbijn? En dan veelal wordt een combinatie gemaakt van passende namen bij elkaar. Wat zegt de rabbijn is wel heel erg belangrijk. En bij mij zei de rabbijn dat zo'n wonderrabbi was, eigenlijk de oprichter van Yad Ezra, dat voor überhaupt dat ik hem ontmoet had, hij tegen mij zei, hij is degene die voor jou is voorbeschikt. Toen dacht ik, dat is wel eng. Dan ga je hem ontmoeten van degene die voor je is voorbeschikt. Maar ja, ik kon niks echt vinden wat me stoorde. Dus, want het staat dus geschreven dat 40 dagen voordat het embryo wordt geschapen, al in de hemel, God zegt van, jij, deze persoon past bij deze persoon. Dat staat in de Talmud geschreven. Dus het is als het ware voorbeschikt. En dat staat er nog steeds ook, op een andere plek in de Talmud staat geschreven, dat het maken van een match, van twee mensen te koppelen, net zo moeilijk is als het splijten van de rietzee. Kan je nagaan hoeveel problemen God heeft met ons. Maar in elk geval, na de derde afspraak
waren verloofd. Zo gaat het, op deze manier gaat het meestal bij de orthodoxe Joden via de koppelaar. Iedereen? Nee, nee. Nee, kan ook, kan ook. Maar wie neemt de rol van koppelaar op zich? Het staat in de Talmud dat het meest koosjere geld dat je kan verdienen, dat is het geld wat je verdient van het koppelen van een jongen en een meisje. Want wat gebeurt er? Ik en mijn man hebben pas geleden een twee mensen aan elkaar gekoppeld. En dat ging zo. Er kwam dus... mijn man, die op vrijdagochtend zit hij bij de club van Yad Ezra. Zat hij te praten, zat een vriend naast hem. En die vriend Arrele zegt aan mijn man van... Luister, mijn dochter die is al 19 en ik zoek een goede kandidaat voor hem. En toen zei mijn man, weet je wat? Ik heb een kandidaat voor je zoon. Perfect. Afremi was een jongen die geregeld van de Talmudische hogeschool bij ons thuis kwam om even wat te eten of even wat te drinken. Maar schatje, wat een lieve jongen. Hoe gaan we dat doen? Want de vader wil de eerste jongen zien voordat je überhaupt verder gaat. Dat is ideaal, dat je eerst de jongen kan zien. Maar dat wil je natuurlijk niet aan de jongen zeggen. Dus Alex belt Afremi op. Alex is mijn man, die belt Afremi op. En zegt aan Afremi, kan je even wat komen repareren in mijn huis alsjeblieft? Is wat stuk? Zegt hij, ja, ik ben er over 10 minuten. Zegt mijn man, die zegt daar een Arrele, de vader van dat meisje, die zegt, kom over 10 minuten naar mijn huis toe. Die jongen, dat arme slachtoffer, heeft geen idee dat hij naar ons huis toe is geroepen. Niet om iets te repareren, maar dat om iemand hem even wil zien of dat wel een geschikte kandidaat is voor zijn dochter. Nou, dat vond hij zeker. En na 3 afspraken waren ze verloofd. En vorige week was het huwelijk. En waarbij ze dus ons echt veel geld betaald hebben. Want het staat tenslotte in de Talmud dat als je 2 mensen samenzet, dat je de koppelaar moet betalen. Omdat de koppelaar eigenlijk de vertegenwoordiger is van God. Om 2 mensen bij elkaar te zetten. En dat dat het meest koosere geld is wat je kan verdienen. Dus eerst zeiden we, wetende dat ze arm zijn, dat nee, is echt niet nodig. Jullie hoeven ons echt niet te betalen. Het is echt onnodig. En beide families zeiden, nee, daar komt helemaal niks van in. Want anders hebben ze geen goede mazzel. Ik zie geen handen verder omhoog gaan. Ja, achterin. Dank u. U vertelde straks dat alleen de mannen, 5 keer bidden. Maar ik... Oh, 3 keer. Neem me niet kwalijk. Maar dat vind ik eigenlijk onrechtvaardig naar de vrouwen. Want bidden is ongelooflijk belangrijk. Waarom bidden die vrouwen dan maar 1 keer? Laten we het zo zeggen. Voor een vrouw is bidden optioneel. En voor een man is het bidden verplicht. Dus als een vrouw het heel druk heeft met het klaarmaken van haar kindertjes of met het koken van de Shabbatmaaltijd. En dat ene gebed van dat middaggebed schiet er tussendoor omdat ze zo bezig is. Niks aan de hand. Maar wil ze bidden? De man zegent zijn gezin. Daarom? Ook. Het is hem geraden dat hij zijn gezin zegent. Nee, maar dus het is dus voor een vrouw is het optioneel. Natuurlijk zijn vrouwen verplicht te bidden, om zich te binden aan God. Maar een vrouw heeft al veel makkelijker een natuurlijke wil en verlangen om een binding met God aan te gaan. Terwijl een man meer in regels moet hebben van nu doe je dat op deze manier. En de vrouw is eigenlijk veel meer vrij om haar emoties en haar gevoelens te binden met God. Natuurlijk moeten vrouwen bidden, natuurlijk, dat is helemaal geen vraag. Maar niet met stelde stramien, zoals een man verplicht is om op bepaalde tijden hun gebed uitgesproken te hebben en op een bepaalde manier in de aanwezigheid van een groep van 10 mannen. Dat heeft de vrouw allemaal niet nodig, omdat zij geestelijk op een hoger niveau is. Ja.
misschien een beetje een gevoelige vraag. Maar in dit verband misschien toch ook wel op zijn plaats om dat te vragen. U hebt het over de liefde tot God. Maar de liefde wat God geschonken heeft in zijn Zoon, in de Messias, die ook in het Oude Testament toch ook duidelijk beschreven staat als de Messias die komen zou, waarom wordt hij nog steeds door de orthodoxe Joden verworpen? De eeuwenoude vraag. De eeuwenoude vraag. Allereerst, ik ben geen rabbijn. Ten tweede is het discussie van al 2000 jaar. En ten derde heb ik een goed idee. Ik heb het ooit eens een keer gehoord van een van mijn leraren, de bekende rabbijn Brotman, is dezelfde vraag gesteld. En hij heeft gezegd, als de Mashiach komt, dan zullen wij samen naar hem toe gaan en hem vragen, meneer de Mashiach, koning Mashiach, bent u hier voor het eerst of bent u al eens eerder geweest? Ik denk ook dat we het daarbij moeten laten. Is nog tijd voor een vraag eventueel? Ik heb nog een vraag. Ja, u krijgt dan de laatste. U schildert eigenlijk een geweldige situatie af. In Nederland, onder gelovigen en ongelovigen, is het scheidingspercentage vrij hoog. Zal dat van u hoort, dan zal het bijna op nul zijn. Nou, nul zou ik niet zeggen, want het gaat af en toe wel mis. Veel lager, ja. Ja, ja, helemaal waar. Veel en veel lager, ja. Nou, ja. Ik weet ik niet te geven, moet ik navragen. Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het bekend is, algemeen bekend, dat het veel lager is. Okay. Het komt voor, natuurlijk. Er gebeuren koppelingen die niet goed zijn, natuurlijk. Maar niet zo veel, nee, nee, nee. Wow. Wow, dat is wel heel veel. Maar wat ik even wilde toevoegen is dat het erom draait om die uitdaging tussen Jacob en Lea aan te gaan. Die uitdaging aan te gaan. Wil je de uitdaging niet aangaan, verbreek de relatie. Maar u spreekt specifiek over orthodoxe Joden. Ik spreek over de Joden. Ja, ja. Meerdere, mindere mate orthodox, ja. Daar zijn inderdaad meer scheidingen. Maar die zullen elkaar ook niet op de manier ontmoeten zoals een koppelaar. Ja. Je hebt ons veel verteld. Ik heb eigenlijk nog één vraag of je daar kort even zou, als dat kort kan tenminste, op zou willen ingaan. En dan sluiten we af en dan hebben we het nog even over Yad Ezra. Hoe lukt het orthodox-Joodse gezinnen en met name orthodox-Joodse moeders om hun kinderen erbij te houden? Op te voeden in de vrezen des Heren, om die term even te gebruiken. En ook om ze erbij te houden. Want dat is natuurlijk best een probleem in de moderne wereld. Veel mensen kunnen daarover meepraten. Hoe ligt dat in de kringen van het orthodoxe Jodendom? Hoe ligt dat? Ik denk dat we dat terug kunnen zien in mijn lezing. De basis is liefde. Gooi emmers van liefde over je kinderen heen. Ja, ze zijn irritant af en toe en ze zijn vervelend en ze luisteren niet. Hou van ze. Dat is de basis van het Joodse huis. Dat is de basis van onze kindertjes. Hou van ze. En hou van ze en beloon ze en hou van ze. Dat is het geheim. Er is geen ander geheim. De Bijbel, de Torah is liefde. Het Jodendom, de basis van het Jodendom is liefde. Liefde met de uitdaging. Kinderen te hebben, dat is een absolute uitdaging. Ze stellen je op de proef. Ze irriteren je. En het enige wat ik moet doen is, hou van ze. Ik denk dat dat het grootste geheim is van de opvoeding. En natuurlijk, het Jodendom wordt ingegoten met de paplepel. Het moment dat een kind zijn eerste woord kan zeggen, dat is het moment dat we hem beginnen te leren. Shema Israël, hoor Israël. God, onze God, de God van Israël is één. Dat is het allereerste wat we ze beginnen te leren. En kennis, en meer kennis te geven, en meer kennis. Als kinderen op de leeftijd van 3 beginnen te leren lezen, het alfabet, het Hebreeuwse alfabet,
dan zet de leraar honing op die letters. Waarom doen ze dat? Waarom zetten ze honing op de letters voor de kinderen om af te likken? Zodat ze leren hoe zoet de studie is. Alles is zoet. Alles is met liefde. Het is liefde, het is geen straf. Er is geen gestrengheid. Natuurlijk, op een gegeven moment je groeit op en je ziet dat je gestrengheid nodig hebt. Maar het is allemaal op een basis van liefde. Ik denk dat dat het grootste geheim is van de Joodse opvoeding. En natuurlijk de oneindige studie. De studie staat voorop. Met alles. Blijven studeren. Man of vrouw, je blijft studeren. Dank je, Lea, voor wat je ons geboden hebt tot nu toe. In je lezing en in het reageren op de vragen. Je bent ook vertegenwoordigster van Yad Ezra. Het is goed om daar even iets over te vertellen. Wij gaan er ook voor collecteren. Er is geen bijeenkomst van Christen voor Israël waar niet gecollecteerd wordt. Dus nu gaan we collecteren voor het werk van Yad Ezra, waar we iets over horen en ook over iets over zullen zien. U hebt op uw stoel een machtigingsformuliertje gevonden. Als u dat nou invult en het bedrag ook invult, dan kunt u dat van de belasting aftrekken. Dan kunt u iets meer geven, want de belasting betaalt dan mee. U mag natuurlijk ook een bedrag zo in de collectemand doen. Maar in elk geval graag van harte bij u aanbevolen. En intussen luisteren we even naar Lea over Yad Ezra en we zien een filmpje erover. Zoals u weet en gehoord heeft, omdat u steeds met Israël bezig bent, is het leven in Israël niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk bij gezinnen waar beide man en vrouw werken. En zeker niet gemakkelijk in gezinnen waar iemand ziek is. Of iemand niet in staat is te werken. Of iemand werkeloos is. De maandelijkse lasten om de maand rond te komen, kan ik u zeggen, de gemiddelde Israëlisch gezin, het middenstand, het niet redt financieel. U kunt het navragen, u kunt het nagaan. En hier in 1946 begonnen we. De eerste slachtoffers van Hitler, die kwamen naar Israël. En mijn leraar, de rabbijn, die zag zij komen. En die dacht, ze hebben niks. Ze hebben alleen de kleren aan hun lichaam aan. Verder hebben ze niks. Hoe kan ik ze helpen? En dat was de tijd van hongersnood in Israël. Het was tijdens Engelse mandaat. Het was een tijd van onzekerheid. En toen is hij elke dag naar de shuk. Voor die mensen die ooit in Israël gaan, de shuk geweest. Naar de markt. Aan het eind van de dag. En daar heeft hij al het rotte groente en fruit opgehaald. En schoongemaakt. En dat wat bruikbaar was, dat begon hij weg te geven aan de armen om hem heen. Dit intussen is vanaf 1946 tot en met 2014 uitgegroeid tot een grote organisatie die zich inzet voor de armen, zieken en mentaal zieken in Israël. Gebaseerd op de waarden van de Torah, de ethiek van de Bijbel. Met als doel niet aan zoveel mogelijk mensen te helpen. Niet zo groot te zijn. Niet uit te treden. Maar om de mensen nederigheid en bescheidenheid te leren. Maar vooral aan de wereld, de hele wereld, ook in Nederland, te leren dat er een God is in deze wereld. Dat is het doel van de organisatie. Daarvoor, om dat te kunnen bereiken, geven we vandaag zeker 1500 maaltijden per dag weg. Geven we voedselpakketten weg, groenten en fruit. We hebben rehabilitatiecentra, we hebben 2 tandartsklinieken. Waar mensen tegen kostprijs en minder hun tanden kunnen laten verzorgen. We hebben renteloze leningen. We hebben een project voor arme bruidjes. Waarbij we hun eerste uitzet voor hun aanschaffen. Want zijn de bruidjes niet de toekomst van ons volk? En zo overal waar nodig springen we in. Bijvoorbeeld, waar zijn we ingesprongen de laatste maand? Oorlog. De eerste week hebben we aan zoveel mogelijk soldaten gebedenboeken gegeven.
De tweede week van de oorlog, aan het einde van de tweede week, hebben we barbecue gegeven voor een divisie van soldaten die al 2 weken aan het front waren. De derde week van de oorlog hebben we boeken met psalmen uitgedeeld aan alle gewonde soldaten. Dus overal waar nodig, daar springen we in en daar proberen we de mensen moed in te spreken en te helpen en de juiste weg op te sturen van mensen, wees sterk. Alles komt goed, uiteindelijk. Dat is het in het heel erg kort. Wat ik u kan aanraden, neem deel in deze organisatie. Doe mee, want ik zie ook in Nederland, waar mensen in nood zijn, zelfs in Nederland helpen we mensen die in psychische nood zijn. Ik kom erachter, iemand heeft psychische nood. Ik heb goede vrienden hier, psychiater. Ik zeg, hier, ga naar mijn vriend, de psychiater. Hij kan je helpen. Met als gevolg dat we hier in Nederland, de groep wordt groter en groter van mensen die we helpen. En het is een enorme eenheid tussen de mensen hier in Nederland die ook hulp nodig hebben, die ook een goed woordje nodig hebben, die ook als ze twijfelen wel eens willen weten wat die oude rabbijnen zouden zeggen. En ook voor de Nederlanders, hoewel dat niet officieel is, doen we dat ook. Het is geen officieel project, maar er zijn geen officiële projecten. Overal waar hulp nodig is, daar zijn we. Doe mee. Dan is er nog een filmpje, die laat je nu zien. Oké. Okay. Yad Ezra staat voor simpel geloof in God, omdat dat de essentie is van ons bestaan hier in deze wereld. En de vraag is natuurlijk van hoe kan je simpel geloof in God in de praktijk brengen? Dus daarvoor heb je allerlei middelen nodig. Middelen van hulp aan anderen. Het staat tenslotte in de Bijbel geschreven, hou van een ander zoals van jezelf. In Israël als toerist, als je hier komt, dan kom je 1 keer, je komt 2 keer, je komt 5 keer. Dan ervaar je niet de dagelijkse gevecht wat de mensen hier hebben om te overleven. Financiën in Israël, dat is ontzettend moeilijk. De middenstand, dan heb ik het niet over de armen, ik heb het niet over de ziek, ik heb het over de middenstand, redt het niet. Het is hier normaal dat je rood staat aan het einde van de maand. Dat is normaal. Het is normaal als af en toe je elektriciteit wordt afgesloten. Het is zeker normaal als je telefoon wordt afgesloten. Dat is de regel hier. Dat is geen uitzondering op de regel. Dat is de regel in Israël. Dus als dat de regel is, dan kan je nagaan hoe nodig het is om zelfs de middenstand te helpen met alles wat je maar kan. Of het nou kleding is, of het eten is, of het een arm bruidje is die gaat trouwen. Iedereen heeft hulp nodig. Yad Ezra biedt een heel scala aan activiteiten. Tandheelkundige zorg, onderwijs, gaarkeukens en psychologische hulp. Met als belangrijkste doel de naaste een helpende hand te bieden. Tientallen vrijwilligers zetten zich dagelijks belangeloos in voor Yad Ezra. Volunteering here, the place actually more than I give the place gives me. And I get a lot for myself over here. I just learned skills that I wouldn't learn in any other place. I could work in a store and serve food, and I could work in a restaurant and serve breakfast. If I was serving a breakfast in a restaurant, I wouldn't get a fraction of what I get in this place. I get in this place skills for my life that I take with me to my house, I take with me hopefully for my marriage, that skills of daily skills that I just know how to be sensitive to people, listen to people, see what the person needs. Yad Ezra heeft 2 keukens. Deze keukens die hebben tot doel voor 2 dingen. 1 is rehabilitatie mentaal zieken. Dus de mentaal zieken komen uit de inrichtingen en brengen hun dag door bij ons. Of ze komen van huis en brengen hun dag door. En de tweede reden voor het bestaan van de keukens is dus het koken van eten voor die mensen die dat nodig hebben. Christenen voor Israël heeft samen met enkele zakenmensen uit Urk het plan opgevat de keuken van Yad Ezra grondig op te knappen. Helpt u mee? Hoe nodig is het dat er een nieuwe keuken komt? Nou, ik zou zeggen bij de brood nodig. De keuken is al 30 jaar oud. Het onderhoud van de keuken kost ontzettend veel geld.
om te blijven produceren zoals we nu produceren, moet het gewoon vernieuwd worden. Er zijn machines die kapot zijn. Er zijn tegels die scheef zitten. Maar wij gaan gewoon door. Het idee is van wij moeten doorgaan om de mensen te helpen waar we kunnen. En om dat te bewerkstelligen moeten we de juiste middelen hebben. En op dit moment hebben we de juiste middelen niet. Iemand die zat in een put, vol met modder. En hij kwam er niet uit. Help, help, help. Ik ben helemaal onder de modder. Ik glij uit. Ik kan er niet uitklimmen. Komt één iemand die komt kijken. Die zegt, ja, ik ben heel deskundig. Zet je voet hier en zet je voet daar. En zet je hand daar. Dan kom je er wel uit. En hij probeert het en hij glijdt steeds. Nee, het lukt me niet. Het lukt me niet. Weet je wat, zegt hij. Ik haal nog een grote deskundige erbij. Ja, komt nog een grote deskundige, de modderdeskundige van het dorpje, die kwam erbij. En zegt, ja, weet je, ik gooi een touw, ik gooi een touw in de put en dan met dat touw klim je er wel uit. En hij probeert te klimmen en glijdt terug en weer glijdt. Hij dacht, nee, het lukt niet. En toen kwam een derde persoon erbij. Hij zegt, wat is er hier aan de hand, zegt hij. Hij zegt, ja, hij zit helemaal daar in de put met modder en hij komt er niet uit. Het is zo vervelend. Dan zegt hij, oh, geen probleem. En wat doet hij? Hij springt in de put. Die mensen die daar staan bij die put, ben je helemaal gek geworden? We hebben twee mensen die we niet uit kunnen krijgen. Eentje is al goed, is het nog niet genoeg? Ga jij dan? Je bent helemaal gek. Oké. Zegt hij, nee, jullie begrijpen het niet. Ik was al in die put. Maar omdat ik geleerd heb hoe je uit die put kan klimmen, kan ik hem precies laten zien hoe dat moet en dan doe ik het samen met hem. Dat is de essentie, als je wilt begrijpen wat Yad Ezra is, wat echte ware rehabilitatie van het zieke is, dat verhaaltje geeft het juist aan. De hand, dat betekent Yad Ezra. Die man met die mooie volle baard die u een paar keer vol in beeld gezien hebt, dat was Alex. Alex Farkas. Lea, nogmaals hartelijk dank voor wat je ons hier geboden hebt. En ik ga u even iets verklappen. Deze week hadden we een sponsordiner, een sponsoravond op Urk. En de bedoeling was dat daar 60.000 euro bij elkaar gebracht zou worden voor die nieuwe keukens van Yad Ezra. En dat is er gekomen. Ik heb dat met opzet straks niet gezegd, want dan denkt u misschien hoef ik niks meer te geven. Er is nog veel meer nodig, vanzelfsprekend. Maar fijn dat we hier ook vanavond ons steentje daaraan kunnen bijdragen. Hartelijk dank nogmaals dat u hier vandaag was. We hebben een mooie en een boeiende start gemaakt met onze intussen derde Israëlcursus, derde serie van middagen en avonden. De volgende keer is, nou ja, u hebt het programma wel. Dan hopen we elkaar weer te zien. Hoewel, ik zal er dan niet zijn, want dan hoop ik in Israël te zijn. Maar die keer daarna hoop ik er weer te zijn. Ik hoop dat u ervan genoten hebt vandaag. U hebt veel informatie gekregen. Informatie vanmiddag van de kant van de ambassadeur over de ongelooflijk ingewikkelde situatie. Ik denk dat velen van u het nieuws op de voet volgen en ook geïnformeerd blijven. Maar het is toch goed om dat te horen uit de mond van deze officiële vertegenwoordiger van Israël. Vanavond hebben we iets gehoord vanuit het hart van de orthodox-Joodse beleving, uit de mond van Lea Farkas. Dingen, denk ik, om mee te nemen en met elkaar over na te denken. Ik sta nog te praten omdat de collecte nog rondgaat, zie ik. Maar is het gebeurd? Bijna. Oké. Als de collecte gehouden is, dan gaan we met elkaar de dag afsluiten. En als u wilt, kunt u nog een kopje koffie of thee gebruiken. En daarna wens ik u graag een goede thuisreis. En hopelijk ook weer tot ziens.
Laten we samen de Heere danken en bidden. Machtige en barmhartige God. God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader van onze Heere Jezus Christus. Die wij in hem ook als onze Vader in de hemel mogen aanroepen. Wij danken u voor deze ontmoeting hier vanmiddag, vanavond. Voor alles wat ons geboden is. Wij bidden u, Heere, geef uw zegen daarover. En aan het einde van deze dag willen wij samen vurig en uit de grond van ons hart bidden voor uw volk Israël, waarmee u een eeuwigdurende relatie bent aangegaan. U hebt Abraham geroepen en uitgekozen en uit hem is het volk geboren. Door het geloof in Jezus als gelovigen uit de volkeren betrokken mogen zijn bij uw weg met Israël. Wij vragen u, machtige God, dat u al uw beloften vervult. Gedenk uw verbond, gedenk uw trouw. Wij bidden u om bescherming over uw volk. Laat uw hand over uw volk zijn. In een situatie van dreiging en nood, omgeven door een zee van haat en vijandschap. Wij bidden u dat breken wilt. Wij bidden u om uw zegen voor al degenen die leiding geven in Israël. In de politiek, in de synagoge, in de samenleving. Bovenal bidden wij u dat spoedig de dag van de bevrijding komen zal. De dag van de Messias. Wij zien er naar uit dat hij komt om uw rijk van recht en vrede, uw rijk van shalom, wereldwijd uit te breiden vanuit Jeruzalem en alle machten van de duisternis te overwinnen. We dragen elkaar ook aan u op. Wij bidden u, wilt u ons behoeden en bewaren, leiden op weg naar huis en ons op de plek waar wij staan, in de gemeente, in de kerk waar wij staan, ook zegenen wilt. Hoor ons bidden en aanvaard ons danken. In Jezus' naam uit genade alleen. Amen. Graag nogmaals wel thuis en tot ziens.